Goedenavond allemaal. Ik verzoek de mensen die plaats gaan nemen op de tribune daar ook daadwerkelijk plaats te gaan nemen. En de raadsleden vraag ik of zij ook hun plaats willen innemen. En datzelfde geldt voor de collegeleden. Want dan kunnen we beginnen met de oriënterende ronde. Wij beginnen met agenda punt 1, opening en mededelingen. Er zijn geen mededelingen tenzij ze er nu wel zijn vanuit de raad. Niet. Dan is de vergadering geopend en dan ben ik bij vaststelling van de agenda. Zijn er wijzigingen op de agenda? Ook niet. Dat brengt ons bij agenda punt 3, dat is het spreekrecht. En er hebben zich 3 insprekers gemeld en dat betreft meneer Hartold en mevrouw Bernardes. En meneer Van den Berg, voorzitter van de ondernemingsraad. In die volgorde mevrouw Van den Berg. Er wordt mij hier wat ingefluisterd en ik ben iets te snel. Mevrouw Bernardes is er niet, maar meneer Hartold is er wel. En meneer Van den Berg van de OR gaat wel inspreken. Zo gaat het zijn. Dus ik wil meneer Hartold uitnodigen om achter het spreekgestoel te plaats te nemen. Toelichting op pleidooi betere verlichting fietspad door het Zuiderbos Lerensvaart. Geachte voorzitter, geachte gemeenteraadsleden, geachte ondertekenaars van de petitie en geachte belangstellenden. Ter onderbouwing van het pleidooi voor een betere verlichting van het fietspad door het Zuiderbos met meer lantaarnpalen. Hierbij naast de 146 handtekeningen een aantal argumenten. De situatie is nu anders dan enige jaren terug toen dit fietspad in overleg met plaatselijk belang Lerensvaart niet de status schoolfietsroute kreeg, maar de status recreatief fietspad. Er maken nu basisschoolleerlingen van in ieder geval CBS de Ark en openbare school de IJber gebruik van dit fietspad. Er maken nu duidelijk meer middelbare schoolleerlingen gebruik van dit fietspad. En met name leerlingen bovenbouw Vechtalcollege. Dit fietspad wordt gebruikt door kinderen en volwassenen om eind van de middag, in de avond en in het weekend van en naar sportclubs te fietsen. Dit fietspad is een trek bij mensen die wandelen, fietsen, skileren, nou, nog wat activiteiten, of bijvoorbeeld met een scootmobiel of kinderwagen op pad zijn. Dit fietspad is een trek bij mensen die hun hond of honden uitlaten. Dit fietspad heeft als bijzonderheden onder andere het tijdpad en een mierhuiselement. De enige tijd teruggeplaatste oriëntatieverlichting na begin aanleg woonwijk parcours is in de praktijk duidelijk niet voldoende, met name in de richting van het overdekte zwembad. Het komt geregeld voor dat mensen als het donker is afzien van gebruik van dit fietspad omdat zij het dan te donker vinden. De mogelijke afschaffing van de wintertijd zal tot gevolg hebben dat het 's morgens langer heel donker is in het Zuiderbos. Interessant punt. Gespuis is niet blij met goede verlichting. Recent is bijvoorbeeld een vuurtje gestookt op dit fietspad. Blijkt dat dit onderwerp leeft, zie je de snelheid waarmee het aantal handtekeningen gezet werd vorige week maandag. Last but not least. Menig parkeerterrein en parkeergarage is in de gemeente Hardenberg op dit moment beter verlicht dan anno nu het fietspad door het donkere Zuiderbos. De ondertekenaars van deze petitie verzoeken de gemeente Hardenberg om in gesprek te gaan met de gebruikers en aanwonenden van het fietspad. Dit fietspad de status schoolfietsroute te geven. En betere verlichting van het fietspad te realiseren, liefst voor eind oktober 2018. Nog een laatste punt. Aangezien er recente regen gesignaleerd zijn in het Zuiderbos, tot verrassing van velen, kunnen onder andere daarom de ondertekenaars van deze petitie zich goed voorstellen dat er nieuwe types lantaarnpalen geplaatst gaan worden. Die dimmen als er geen gebruik gemaakt wordt van het fietspad, dit zodat het Zuiderbos 's nachts niet onnodig verlicht wordt. Dank u voor uw aandacht. Nu gaan we eerst de petitie overhandigen. Mevrouw Bernardes. Ter illustratie hebben wij voor de voorzitter nog een fietsplant meegenomen. Mocht,
maken van het pad. En ik heb hier in ieder geval een geval gedaan. En wellicht gaat een lamp branden bij de gemeenteraad. Dank je wel. Dankjewel. Alsjeblieft. Ik zal er in ieder geval voor zorgen dat het via de Griffie bij raad en college terechtkomt, deze petitie. Hartelijk dank daarvoor. Zijn er vragen voor meneer Hartholt? Meneer Brink en meneer Wiet. Ik begin bij meneer Wiet. Oh, en meneer Kloekhorst, maar ik begin toch bij meneer Wiet. Ja, meneer Hartholt, welkom. Ik heb een vraag aan u. Heeft die plaatselijk belang Dedensvaart, is die ook al benaderd? Oh, nu wel? Heeft u mij wel gehoord? Oké. Als u de vraag nog een keer wilt stellen, ja, dan heeft wil ik u... Nog dan, een keer ja. Ik begin helemaal van vooraf aan. Welkom. En mijn vraag is of u plaatselijk belang Dedensvaart heeft benaderd. Ja. Oké, dankjewel. En verder zag ik dat u ook rekening houdt met natuur en duurzaamheid. Dus dat doet mij goed. Dankjewel. Dank u wel, meneer Kloekhorst. Ja, dank u wel, voorzitter. In de eerste plaats bedankt. Respect voor uw initiatief. U maakt een opmerking en ik weet dat u heel veel kunt. Dan word ik ook nieuwsgierig. U zegt, door het donker, als het donker wordt, maken mensen geen gebruik van het fietspad. Hoe heeft u dat gepeld? Heb ik gezien in de praktijk. In het donker? Nou, ik weet niet of u wellicht wel eens in Dedensvaart komt, maar er is een overdekt zwembad met een vrij groot verlicht parkeerterrein. Dus op het moment dat ik een keer 's avonds in de buurt was van het overdekte zwembad, waren een aantal jongelui die gingen richting het fietspad, maar dan maken een aantal maken rechtsomkeer. Dus ja, dat soort voorbeelden. Dank u wel, meneer Brink. Dank u wel, voorzitter. Ja, meneer Hartholt, dank voor uw inspraak en voor de aangeboden petitie. Ik heb nog alleen vragen over, want u zegt van ja. Pikkie stoken, gespuis op het fietspad. Ziet u daar nou ook een opwaartse trend in meer vandalisme op fietspad of eigenlijk gedrag wat daar niet thuis hoort? Of zegt u van, nou, dat is eigenlijk al wel heel lang een probleem, daar ben ik gewoon even benieuwd naar. Nou, dank voor het compliment en de vraag. Problematiek met betrekking tot hangjongeren, dat speelt al vele jaren. En of er sprake is van een toename, die vraag kunt u beter aan de politie stellen, denk ik. Ik heb wel een indruk, maar die indruk is niet sterk genoeg om daar nu een duidelijk antwoord op uw vraag te geven. Dat is het. Oké, voldoende voor nu. Dank u wel. Meneer Stelpstra, die bedacht zich ook nog een vraag. Dank u wel, voorzitter. Meneer Garholt, fijn dat u hier bent. U komt hier wel eens vaker met initiatieven. En ook nu weer. Mooi dat u ook samen hiermee optrekt en een petitie aanbiedt. En ik was even benieuwd, want moet ik het een beetje interpreteren als een inspraak om aandacht ervan te vragen? Want de doelstelling, zoals ik die heb begrepen, is om in gesprek te gaan met het college. Is dat correct? Wat ik begrepen heb, is dat er één of meer mensen hebben in de loop van dit jaar contact gehad met de gemeente over dit vraagstuk en andere vraagstukken. Ja. Dat heeft onvoldoende resultaten opgeleverd. Ik antwoord even formuleren ja. Diplomatiek. Ik heb zelf contact gehad met de gemeente met het verzoek tot realiseren meer lantaarnen en palen. Dat leverde ook onvoldoende resultaten op. En dit is dan een optie om aandacht voor dit vraagstuk te krijgen en om te kijken of het inderdaad draagvlak voor is onder de gebruikers en de omwonenden. En dat ik wist
dat hier op zich draagvlak voor is. Maar dat ging vorige maandag wel heel snel. Eigenlijk geeft u aan, er zijn al meerdere gesprekken geweest met het college. Nou, ik weet niet of er contact over geweest met het college, maar in ieder geval contact met de gemeente. Oké. Maar u is de doelstelling van de enquête is om in gesprek met het college te komen of met de gemeente? Het tempo omhoog te gooien. Sorry, ik verstond u even niet. Het tempo omhoog te gooien. Om het tempo omhoog te gooien. Oké, nou, hartstikke mooi. Dan is het mij iets duidelijker. Veel succes. Dank u. Dank u wel. Dank u wel ook meneer Hartog voor inspraak en de petitie. Er zijn geen vragen meer, dus heel goed. Dan zijn we bij de volgende inspreker en dat is meneer Van den Berg. En meneer Van den Berg spreekt in verband met agenda punt nummer 4, voorgenomen opheffing bestuursdienst Ommen Hardenberg. Dank u wel, voorzitter. Geachte leden van de gemeenteraad van Hardenberg. Ik sta u voor u al met 4 rollen als voorzitter van de ondernemingsraad bestuursdienst Ommen Hardenberg, maar ook als onderdeel van georganiseerd overleg werknemersdeel van de BOH, maar ook als voorzitter van de bijzondere ondernemersraad Hardenberg en ook het GO werknemersdeel Hardenberg, om de belangen van de nieuwe organisatie Hardenberg te behartigen. Dus enerzijds de te liquideren organisatie BOH en de nieuw op te richten ambtelijke organisatie van Hardenberg. En ik wil graag inspreken op het agendapunt voorgenomen opheffing BOH. Dit besluit is een politiek besluit en dat valt buiten ons advies en instemmingsrecht, zoals dat ook beschreven in de wet op de ondernemingsraad. De personele en organisatorische consequenties van dit politieke besluit, zoals vastgelegd in het liquidatieplan, die vallen wel binnen het adviesrecht en instemmingsrecht van de OR. CQ Bor, bijzondere ondernemingsraad. In onze brief aan het college heeft u kunnen lezen dat we geen advies hebben kunnen uitbrengen, omdat er veel onzekerheden en aannames in staan, waarvan de effecten op dit moment nog niet te overzien zijn. We hebben wel inhoudelijke en procedurele reacties afgegeven. En vanavond willen wij enkele gedachten met u als raad delen en aangeven wat we van u vragen. Als ondernemersraad en georganiseerd overleg van de BOH zijn we heel blij met het gesloten convenant, waarin de inkomenszekerheid van het vaste personeel van de BOH, dat het in ieder geval geborgd is. En ongeacht welke keuze het vaste personeel maakt voor Ommen dan wel Hardenberg, is die zekerheid geboden. Inkomen is een groot goed, daar weet iedereen van. Maar inkomenszekerheid is niet het enige wat telt in het leven. Ook een goed werkklimaat, realistische doelstellingen van een organisatie en ook een levensvatbare organisatie zijn belangrijke elementen voor iemand om zijn werk goed te verrichten. De onderhandelingen die geleid hebben tot het ontvergingsbesluit en ook het voorliggende liquidatieplan hebben zich afgespeeld op het politieke platform. Als Bor Hardenberg zijn we op hoofdlijnen meegenomen in dit proces. Het definitieve liquidatieplan hebben we op hetzelfde moment als u ontvangen, vorige week. Vrijdag, dacht ik, ja. En met stoom en kokend water hebben we een reactie geformuleerd aan de beide colleges. En dat moest met tempo, omdat we voordat de raadsvergadering vorige week donderdag in Ommen was, we al moesten reageren of wilden reageren op basis van de voorliggende documenten. In die documenten hebben we gezien, en dat wisten we ook al vanuit de hogeschool schets van Hardenberg, heeft gekozen voor een full service gemeente en overname van de BOH organisatiestructuur, echter zonder afdelingshoofden en bedrijfsbureaus. Daarnaast moet voor de afdeling maatschappelijk domein, de grootste ambtenarenafdeling van de BOH, voor 1-1-2019 nog een flinke inhaalslag uitgevoerd worden. Het beginnen van een nieuwe ambtelijke organisatie Hardenberg is meer dan het vervangen van de BOH-sticker door de Hardenberg-sticker. Van de nieuwe ambtelijke organisatie zal een andere rol gevraagd worden. En dat specifiek voor de klanten van Hardenberg. Daarnaast zal langjarig
de rol van leverancier voor diverse producten en diensten vormgegeven moeten worden aan onze buurgemeente Ommen. Ook zal de aansturing, heb ik net al genoemd, van de nieuwe organisatie veranderen. Tot slot, en niet het onbelangrijkste, mag de dienstverlening aan onze klanten er geen hinder van ondervinden. Dergelijke veranderingen doorvoeren, dat zal een inspannende en uitdagende klus zijn. Daarom willen we als bijzondere ondernemersraad Hardenberg ook uw aandacht vestigen op paragraaf 3.4 van het liquidatieplan, waarin de term beleidsarm wordt genoemd. Om realisatie echt mogelijk te maken, moet onze nieuwe ambtelijke organisatie daarvoor de tijd en de ruimte krijgen. En we zien op dit moment in het liquidatieplan onvoldoende middelen, waaronder personeel, om op deze korte termijn deze klus te klaren. Vandaar dat we over de haalbaarheid op deze korte termijn in onze brief aan het college hebben uitgesproken. Wat vragen wij als medezeggenschapsorganen van uw raad? Aan de ene kant tijd en ruimte voor het personeel om onze opdrachten uit te voeren. Dat we gaan voor zorgvuldigheid, voor snelheid. Uitgangspunt beleidsarm uit te spreken gedurende het proces van ontvlechting. En als laatste, voldoende budget voor het opleiden van het personeel in de nieuwe rollen die ze moeten gaan uitvoeren. En ik wil afsluiten, als medezeggenschap wensen wij u wijsheid in de verdere besluitvorming. Hartelijk dank voor uw aandacht. Dank u wel, meneer Van den Berg. Zijn er vragen voor meneer Van den Berg? Meneer Stelpstra, meneer Brink, meneer Gelling. Meneer Gelling. Dank u wel, meneer Van den Berg. Dank voor uw bijdrage. Het is goed om, om u eens ook te zien hier. Hè. Wij horen veel dingen hier en technisch in andere gremia. Maar het is ook wel heel prettig om eens, van u te horen hoe uw beleving daarbij is. En ik hoorde u in het begin zeggen dat onzekerheden en aannames u wat vertwijfeld in het proces zetten. Kunt u daar eens iets meer over vertellen? En vindt u zelf dat u, als in uw functies, maar ook over het algemeen, dat het personeel daar prettig bij betrokken wordt bij het hele proces? Zitten we goed in de wedstrijd? Dat is eigenlijk de vraag, denk ik, die algemeen gesteld kan worden. Zal ik ze best ook beantwoorden? In het liquidatieplan worden een aantal dingen benoemd die nog uitgezocht moeten worden. In de loop van dit jaar, die nog voor 1 januari moeten worden opgepakt, waarvan, en dat staat letterlijk zo in het liquidatieplan, waarvan nog de effecten doorwerken in 2019 en waarvan de uitkomsten op dit moment nog niet bekend zijn. En dat was voor ons reden om te zeggen van ja, daar wringt bij ons de schoen. Van hoe krijgen we die onzekerheden en aannames er beter uit, zodat we beter kunnen bepalen van wat de personele en organisatorische consequenties zijn van het politieke besluit. Als tweede, goed in de wedstrijd. Als medezeggenschap zijn we inderdaad voor de politiek heel vaak redelijk onzichtbaar. Hoewel, een aantal maanden terug was ik hier ook op bezoek en in een oriënterende ronde is daar ook over gesproken. We zitten wat dat betreft wel goed in de wedstrijd om mee te kijken, mee te denken. En wat dat betreft zijn we ook constructief, zoals het een goed ambtenaar betaamt, de politieke besluiten uit te voeren. En dat is een groot goed in de democratie in Nederland. En daar moeten we ook zuinig op zijn. En dat is ook voor ons een hele belangrijke reden om te zeggen van het politieke terrein is voor jullie, samen met het college. Daar willen we als ambtenaren wel in meedenken, maar op bescheiden afstand daarin acteren. Maar wel aangeven van wat de impact is van de politieke besluiten die hier genomen worden. En hoe wij als ambtenaren zeggen van prima dat er besluiten genomen worden, maar we moeten wel mogelijkheden krijgen om die goed uit te gaan voeren. En dat we ambtenaren en politiek, of politiek en ambtenaren, dat we samen de belangen behartigen van de burgers en bedrijven van Hardenberg. En ook, zoals uitgesproken in het liquidatieplan, ook onze buurgemeente Ommen toch langjarig gaan bedienen van allerlei producten en diensten. En dat vergt het nodige van onze nieuwe organisatie, moet ik zeggen. En
daarin merken we ook dat we bij de bestuurders die we spreken, dat we daar ook volop de ruimte ook krijgen om daarin meegenomen te worden. Los van het feit dat natuurlijk ook de wet op de ondernemingsraden een aantal dingen verplicht stelt. Maar in goede harmonie komen we een heel eind. Dank u wel. Meneer Stelpstra. Ja, dank u wel, voorzitter. Wellicht is die al deels beantwoord, want ik zie in het raadsvoorstel staan dat de ondernemingsraad, dat het overleg constructief en in goede harmonie verloopt. En ik was even benieuwd of u die zinsnede onderschrijft. Het tweede is, u geeft een aantal risico's weer. U noemt ook beleidsarm. Voorziet u daar grote risico's dat wij daar als politiek aan voorbij gaan? Is dat de achtergrond om dit hier te positioneren? Of heeft u echt doemscenario's voor u? Ik ben even benieuwd hoe wij dat moeten duiden. De teksten van constructief en in goede harmonie heb ik ook genoemd in mijn bijdrage van zojuist. Van dat we blij zijn met het convenant. Dat was zeg maar één van de allereerste onderwerpen die we op die manier hebben behandeld. En ook in het verdere verloop van zaken die we inmiddels als Bor Hardenberg al met de gemeentesecretaris hebben besproken. Dat gaat ook in goede harmonie. Dus wat dat betreft klopt dat beeld inderdaad wat daar beschreven staat. Beleidsarm. We hebben niet bepaalde doemscenario's voor ogen, maar met de opsomming die staat in het liquidatieplan hebben we eigenlijk al heel veel zaken uit te voeren die gewoon ongelooflijk aanslag plegen op de beschikbare uren van het personeel. En op het moment dat zeg maar, daar heel veel vernieuwende beleidsbeslissingen worden aangeboden die ook bewerkt moeten worden, dan zien we daar toch wel problemen ontstaan. Omdat, wat we ook aangaven in mijn inspraakreactie, dat we extra handen en hoofden nodig zijn om dan die taken goed uit te gaan voeren. Want de klus die voor ons ligt, is een hele forse. Die gaat verder dan de inspanning die we moesten plegen om de ambtelijke fusie te gaan realiseren. Ja, maar goed, u weet ook, wij zijn een politiek bestel. Er ligt een ambitieus collegeakkoord, maar hoor ik u nou zeggen dat we die maar beter even in de koelkast kunnen zetten, of dat we daar een heleboel eurotjes bij moeten doen? Het is aan de politiek om te beslissen om hem in de koelkast te leggen, maar om daar verstandig mee om te gaan, dat is wel de oproep aan de gemeenteraad en ook aan het college, om daar verstandig mee om te gaan. Goed te kijken naar het personeel. Binnen onze organisatie is er nu een specifiek project Vitaliteit. En dat heb ik ook teruggekoppeld aan het personeel toen we hier in deze zaal staan. Van we willen met elkaar fris en gezond met elkaar die ontvlechting doorkomen. Maar ook om voor Hardenberg met een nieuwe organisatie, om dan ook nog voldoende energie te hebben om de beleidsinitiatieven die staan in de collegeprogramma, dat we die ook kunnen gaan uitvoeren. En dat u dan kunt rekenen op een goed ambtenarenkorps. En gezond en vitaal. Dank u wel, verklaart ook de stickers op de trap. Dank u wel. Meneer Brink. Dank u wel, voorzitter. Ook namens CDA, blij dat u hier in ons midden bent. Eén vraag die ik had ging over de betrokkenheid bij u in het proces, maar die heeft u al beantwoord naar aanleiding van de vraag van mijn collega's, de heer Gelling en de heer Stelstra. En waar ik wel een beetje op aansloeg, maar misschien kun je dat nog even verduidelijken. U riep eigenlijk wel heel duidelijk op van ja, geef ons tijd en ruimte, ook voor het personeel. Ervaart u dat in het proces als onvoldoende of ga ik dan tekort in de bocht? Zegt u ja, nou, de ruimte is wel voldoende zoals het traject er nu uitziet. En daar ben ik gewoon benieuwd naar of u dat nog kunt verduidelijken. Tijd en ruimte. Net al aangegeven dat we als ondernemingsraden echt alle zeilen bij moeten zetten om over alle documenten goed te kunnen adviseren en goed afgewogen advies te geven aan onze bestuurder. En tijd en ruimte. In het liquidatieplan hebt u kunnen lezen dat
het realiseren, het punt waar we nu staan, dat dat al een behoorlijke extra inspanning heeft gevergd van de organisatie. Dat daar ook externe menskracht voor is ingehuurd, voor enkele tonnen. Dat geeft al aan van dat de klus waar we nu volop mee bezig zijn al een behoorlijke, mag wel zeggen een forse aanslag is op datgene van wat we hebben aan capaciteit binnen onze organisatie. En datgene wat aangekondigd is, is in principe de uitwerking. Maar zoals heel vaak, het venijn zit hem in de details. En op grote lijnen zijn er nu de contouren getekend. Maar de uitwerking die zullen we toch als ambtenaren voor onze rekening moeten nemen. Dus vandaar ook van tijd en ruimte zijn we echt nodig. Alleen al om zeg maar, de bestaande dienstverlening die we nu doen voor Omme en voor Hardenberg, om die in stand te houden, inclusief nog een keer de extra taken. Want het is een plus die gevraagd wordt van de ambtenaar. Ik zie aan meneer Brink dat het duidelijk is. Hartelijk dank voor uw inbreng, meneer Van den Berg. En dan gaan wij nu over tot de behandeling van het betreffende agendapunt. Wie kan ik daarover het woord geven? Meneer Stelpstra, meneer Brink, meneer Boshoven, meneer Gelling, meneer Jonkhans, mevrouw Kelder en meneer Schuurman. Ik begin bij meneer Schuur. Dank u wel, voorzitter. Er wordt gevraagd om wat meer tijd. Is dat te geven aan de ambtenaren? Of zitten we echt op die 1 januari hartstikke vast? Dat is mijn eerste vraag. Dan lees ik in de stukken dat er een stuk onderbezetting is in het personeel. Met extra werkzaamheden die ze moeten doen. Hoe gaat het college dat oplossen? Dat is in eerste instantie. Dank u wel, meneer Schuurman. Meneer Jonker. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het is al eerder gezegd, het is een politiek besluit. En we hebben vorige week een toelichting gehad op het stuk wat ons bezorgd is. En wat ons betreft zijn veel vragen tijdens die sessie beantwoord. Zeker technische vragen. We hechten echter wel aan een zorgvuldige uitvoering. En de inspreker zojuist riep daar ook toe op. Dus we willen wel de wethouder vragen op welke wijze we verder worden geïnformeerd op dit dossier. En daarbij ook in acht nemen de vragen die net neergelegd zijn door de vertegenwoordiger van de ondernemingsraad in Viervoud. Dank u wel, meneer Jonkhans. Meneer Stelpstra. Dank u wel, voorzitter. Als wij het raadsvoorstel lezen in zaken het liquidatieplan, dan overvalt ons een groot gevoel van dankbaarheid. Als raad zouden wij eigenlijk niet geïnformeerd hoeven te worden volgens de wet gemeenschappelijke regelingen en de gemeentewet. Maar ons college vindt het toch goed om ons te informeren. En u snapt wel dat wij ons hier zeer vereerd mee voelen. Als we het raadsvoorstel verder lezen, dan zien we een keurige samenvatting van de risico's om ons als raadsleden goed en compleet te informeren. Het is namelijk ingekort tot één enkele zin en dat scheelt ons een hoop leeswerk. En tenslotte bij de financiën een veel ruimere samenvatting, ja zelfs het dubbele van de risicoparagraaf en die is ook net zo compleet. Voor degenen die het voorstel niet gelezen hebben, dit is een lichtelijk ironische beschouwing van het voorstel. We willen het college hierbij dan ook verzoeken meer tijd te investeren in de voorbereiding van de bovenleggers dan gemakshalve te verwijzen naar een hele hoop onderleggers. Besturen moet namelijk gebeuren op hoofdlijnen en zo worden we toch de details ingetrokken. Nochtans gaan we geliefd zulk de details in. Met mooie volzinnen en vele commas. En dan ontspringen er een hoop gedachten. Maatschappelijk domein, een verontrustende paragraaf, een PM'tje. Is hier geen enkele schatting voor te maken.
Personeel, 1 oktober, duidelijkheid. Hoe ver is het daarmee? Is deze datum hard? Hoe is het ontvangen door het personeel? We lezen iets over problematische contracten. Wat gaat het college hiermee doen en wanneer zijn ze niet meer problematisch? Contractuele aansprakelijkheden voor DVO'tjes, stukjes. Hoe gaat men deze beheersen als er geen centrale inkoop is? Er komt een hoop meer duidelijkheid in oktober. Saldo verlof, transitievergoedingen. Maar de begroting is ook al in de ronde. 500.000 euro externe personeel ontvlechtingskosten. Een aardig bedragje. Waar is de onderbouwing? 2,5 miljoen saldo aan uren. Had dit niet eerder en beter gemanaged moeten worden? Hoe kan dat nou? En dan nog een hele mooie zin. Het exploitatieresultaat zal naar verwachting niet positief uitvallen. De omvang daarvan is op dit moment nog niet te voorzien. Ook zo'n geruststellende zin waar geen inschatting onder ligt. En dan een ABC-analyse, een hele mooie vooruitgang. Kosten, extra werkdruk, wij lezen er niks over. Voor de zomer werd ons gepresenteerd dat dit liquidatieplan antwoord zou geven op al onze vragen en een compleet inzicht in de kosten. Nu lezen we het voorstel, is deze er niet. Er zijn nog redelijk wat open eindjes. De begroting wordt nu gepresenteerd als de grote openbaring. En hierin zullen ongetwijfeld nog een aantal eindjes open blijven. We kunnen het helaas niet anders benaderen dan zo. En we zullen waarschijnlijk pas de definitieve afrekening krijgen als het voorval heeft plaatsgevonden. En dan zien we alle kosten. En zo lopen we toch een beetje achter de feiten aan. Voorzitter, ik zal toch tot de vragen komen. We hebben er maar 3. De hoofdvragen voor de ChristenUnie zijn: onze primaire zorg ligt bij het personeel en de inwoners. Zijn wij straks in staat een kwalitatieve goede dienstverlening te blijven leveren met tevreden medewerkers? En wat is er nodig om dit te verbeteren? Wat zijn de totale incidentele en structurele meerkosten van de opheffing van de BOH? En wanneer komt hier een duidelijk antwoord over? En tenslotte, een vraag met een licht technisch karakter. Kan het college deze korte beschouwing aanhorende iets met de opbouw en presentering van raadsvoorstellen? Met name de risicoparagraaf en de financiën. Dank u wel. Dank u wel, meneer Stelpstra. Meneer Brink. Dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, het liquidatieplan. Een plan dat voortborduurt op het ontvlechtingsakkoord, zoals we dat in deze raad voor de zomer hebben vastgesteld. En het CDA is allereerst content met de voortvarendheid waarmee het traject wordt opgepakt en de wijze waarop wij als raad tot dusver geïnformeerd zijn. Wat het CDA betreft is een snelle, maar zeker ook zorgvuldige ontvlechting noodzakelijk om uiteindelijk weer tot elkaar te kunnen komen. We blijven immers buurgemeenten. We willen dan ook ons dank en complimenten uitspreken aan een ieder die tot dusver bij dit proces betrokken is. Maar daarnaast hebben ook wij een aantal vragen. Tijdens het vaststellen van het ontvlechtingsakkoord hebben we gesproken over diverse risico's die samenhangen met ontvlechting. Meneer Stelpstra zei er straks ook wat over. De portefeuillehouder wekte toen bij ons ook de indruk dat het liquidatieplan een duidelijk beeld zal geven van de diverse risico's. We zien in het stuk echt nog wel wat PM-posten, wat problematische contracten en al wat niet meer zijn. En daarnaast worden er ook nog wel wat andere risico's benoemd, waarvan de impact nu nog niet helder en goed kan worden ingeschat. Onze fractie vraagt zich af wanneer wij een goed en realistisch beeld krijgen van de risico's, zodat we ook helder kunnen hebben wat de totale ontvlechting ons als gemeente zou gaan kosten. En als specifieke passende financiën zou ik graag even willen inzoomen op de 2,5 miljoen aan openstaande verlofuren. Onze fractie is geschrokken van deze hoge kostenpost. Hoe kan dat nou? Zijn er misschien uren niet geboekt? Hebben mensen onvoldoende vakantie op kunnen nemen? Is de werkdruk misschien wel te hoog? Allerlei vragen die bij onze fractie naar boven kwamen. In het stuk staat te lezen dat het hoge bedrag een extra controle noodzakelijk is. En onze fractie zou graag willen vragen of wij geïnformeerd kunnen worden over de uitkomsten van die controle. En ten aanzien van het maatschappelijk domein, ook een groot risico zoals het daar benoemd in het liquidatieplan, staat te lezen dat 2019 in het teken zal staan van een andere administratieve inrichting en dat het beleid tussen Hardenberg en Ommen gedurende dat jaar nog uniform zal zijn. Wat betekent dit voor de dienstverlening aan onze inwoners?
Is er ruimte voor vernieuwing in het maatschappelijk domein voor 2019? De wereld om ons heen staat immers niet stil. En dan tot slot. Ook wij zouden graag zien, uiteraard, dat wij een goede organisatie krijgen voor de medewerkers van de gemeente Hardenberg straks. En ook een goede organisatie hebben voor de dienstverlening aan onze inwoners. Het kopje communicatie in het raadsvoorstel gaat met name op de communicatie richting de medewerkers. En dat is goed. En wij zouden ook graag zien dat er een communicatie op gang komt naar onze inwoners. Zodat zij ook geïnformeerd worden over de wereld na 1-1-2019. Tot zover in eerste termijn. Dank u. Dank u wel, meneer Brink. Mevrouw Kelder. Dank u wel, voorzitter. Hoe lastig kan het zijn wanneer je twee zaken uit elkaar wilt halen? Dat blijkt maar bij de ontvlechting van de BOA om Hardenberg. Wij waren al akkoord om uit elkaar te gaan. En dat dat gevolgen heeft, daar zijn we ons zeer wel van bewust. Niet alleen in tijd, in geld of in organisatie of communicatie. Er komen nog heel wat zaken aan tijdens het liquidatieplan aan de orde. Het is goed dat er weer een eigen ambtelijke organisatie komt. Maar denk eraan, doe dit zorgvuldig. Natuurlijk leven er veel vragen. Een van die vragen zou kunnen zijn, wat zullen de verwachte frictiekosten worden? Wat zal de burger hiervan merken? Heeft het nog gevolgen voor onze burger? En hoe zal de communicatie verlopen? En zodat we als raad graag op de hoogte blijven van alle zaken die hier mee gemoeid zijn. Dat zijn onze vragen van het koerspunt nu. Dank u wel, mevrouw Kelder. Waarbij ik wil opmerken dat de vraag over frictiekosten strikt genomen een technische is. Ik laat het even aan de portefeuillehouder of die beantwoord gaat worden, maar dan weet u dat. Meneer Boshoven. Ja, dank u, voorzitter. De verlofuren zijn zo net ook door vorige sprekers al genoemd. Ook mijn fractie schrok daar wel enigszins van. Wij willen toch graag even horen hoe de portefeuillehouder daarnaar kijkt. Ik kan me voorstellen dat het economisch aantrekkelijk is om zoveel mogelijk uren al te laten opnemen voor de ontvlechting. Maar kan dat wel met de bezetting? Want we lezen in de brief van de ondernemingsraad dat de bezetting op dit moment al problematisch aan het worden is. Verder sluit ik me aan bij de vragen die hiervoor zijn gedaan door het CDA rondom dit thema. En we wilden inderdaad ook graag even weten, er moet nog een controle worden gedaan op de daadwerkelijke uren. Kunnen we die voor de besluitvorming krijgen? En dat geldt ook voor het onderzoek wat nog moest komen naar de transitievergoedingen. Zorgvuldigheid is inderdaad ontzettend belangrijk, ook voor onze fractie. Tegelijkertijd zal er ook snelheid moeten gemaakt worden, want op een gegeven moment moeten we toch echt over op die nieuwe organisatie. En dan nog even het personeelbeleid. Voor 1 oktober of op 1 oktober moet er duidelijkheid komen. Geldt dat ook voor de mensen die in de parkeercategorie worden genoemd in het ontvlechtingsakkoord? Bijvoorbeeld bij toezichthandhaving, vergunningen. Tot zover. Dank u wel, meneer Boshoven, waarbij ook uw laatste vraag nogal technisch van aard is. Dus ook dat laat ik aan de vrijheid van de portefeuille houden. Meneer Gelling. Dank u wel, voorzitter. De voorzitter, de VVD-fractie sluit zich voor het grootste deel aan bij de toch wat technische vragen die allemaal gesteld zijn, maar daardoor niet minder interessant. Een uitzondering overigens van de vraag of de opmerking die telkens terugkomt over de verlofuren, want dat vinden wij het minst interessante onderdeel, want dat is niet het gevolg van de ontbinding van de BOA. Die verlofuren had u anders ook wel moeten betalen. De vraag hoe dat tot stand gekomen is, dat is een vraag die wellicht nog een keer interessant is, maar is wel heel erg uitvoering en betreft wat ons betreft niet de uitvoering van de BOA. Wat we wel interessant vinden is dat je in het proces, en meneer Van den Berg gaf net al heel erg aan, een politieke kant hebt en een duidelijke uitvoeringskant. En in de politiek is het doorgaans wat eenvoudiger om een besluit te nemen, een goed besluit. Ik denk dat iedereen ook zeer tevreden is met het opheffen van de BOH. Maar wat telkens wel terugkomt is dat er voortdurend nieuwe informatie komt die eigenlijk nooit heel erg tevreden stemt. Er zijn voortdurend berichten die toch wel weer complicerend werken, die in ieder geval financiële impact hebben en
op de vraag ook van mevrouw Kelder, ja, hoe ingewikkeld kan het zijn? Nou, het zal vast heel erg ingewikkeld zijn, maar het is wel zaak om, als je iets aan besluitvorming voorlegt, daar ook wel een duidelijk kader bij te hebben en ook de uitgangsposities helder te hebben. Ten meer omdat we voor de begroting staan en wij nemen toch aan dat u de PM'en en alle onzekerheden die er nu nog in staan, toch in ieder geval over 2 weken, wanneer de begroting op de mat ligt, opgelost heeft. En u zult toch echt het jaar 2019 in moeten met een nieuwe organisatie in welke vorm dan ook en met een daarbij behorend kostenplaatje. En u zou in aansluiting op alle vragen die gesteld worden ons in ieder geval plezieren als u aangeeft zometeen dat dat in ieder geval gaat gebeuren. Dus dat alles wat nog open staat in ieder geval in de begroting afgedekt wordt, zodat we daar dan niet weer dezelfde discussie over te voeren over onzekerheden. Dank u wel. Dank u wel, meneer Gelling. Dan geef ik het woord aan de portefeuillehouder. Voorzitter, dank u wel. Er zijn veel vragen gesteld en een aantal onderwerpen houdt u allemaal bezig. Dus ik loop ze zo eens even af. Om te beginnen hoor ik bij u veel zorg voor het personeel. Hoe het staat met de werkdruk aan de ene kant, maar ook de dienstverlening voor de inwoners aan de andere kant. Wij zijn, zoals ook al geschreven, dat hebben we zelf geschreven, dat we blij zijn met de constructieve houding van de ondernemingsraad. Maar we steken er ook, investeren er veel tijd in om na te denken of het te doen is voor de medewerkers. Het is absoluut zo dat de werkdruk nu niet zunig is, om het zo maar even te zeggen. En dat wordt er natuurlijk ook voorlopig niet minder. Tegelijkertijd proberen we er alles aan te doen om te zorgen dat de mensen die nu hier werken hun werk gewoon kunnen blijven doen. We investeren, dat zult u ook zien. Ik vrees dat dat een antwoord is wat ik vanavond nog een keer zal geven. Misschien wel meer dan eens in de begroting die volgende week vrijdag ontvangt u die. De begroting 2019, daar zult u ook zien dat wij een voorstel doen voor het investeren in de opleiding en de kwaliteit, zou je kunnen zeggen, de kwaliteitszorg van het personeel. Wat vanaf 1 januari het personeel van de gemeente Hardenberg is. Wij vinden dat voorzitter, nodig. Ja? Kunt u daar al een tipje van de sluier over oplichten? Ik kan een heleboel tipjes oplichten, maar die zijn allemaal niet definitief. Dus ik wil nou ook niet bedragen noemen waarvan ik dan meteen morgen of volgende week weer daarop terug moet komen. Ik kan u wel vertellen dat we hebben gekeken naar wat is er nodig aan de ene kant. Maar dat wordt mede bepaald door het feit dat er de afgelopen jaren niet zoveel geïnvesteerd is in de kwaliteit van de organisatie. Dat had onder andere te maken met het feit dat er stevige taakstellingen op de BOH zijn losgelaten. En dat is iets wat hier ook al eerder in de raad ter sprake is geweest. Uw raad heeft ook samen met de raad van Ommen ook al middelen daarvoor beschikbaar gesteld voor de organisatieontwikkeling. Maar die zijn vervolgens ook weer gestopt omdat we met dit liquidatieplan of omdat we weer uit elkaar gingen. Maar wij achten dat absoluut noodzakelijk dat er wel degelijk wordt geïnvesteerd in organisatie. Wat dat betreft zijn we het dus ook met de OR eens en hopen we ook een deel van die zorg weg te nemen. Wat dat betreft, daar kom ik namelijk meteen op het puntje van de verlofuren waar u naar vraagt. Ik kan u verzekeren dat wij ook even zijn geschrokken toen we dat bedrag bedrag zagen. Dat is ook niet iets wat je direct eerder ziet, omdat je dat normaal gesproken ook niet op die manier in geld omzet. Het is een niet uit de balans blijkende verplichting. En de enige reden waarom we dat nu in geld moeten opnemen is omdat je een liquidatiebalans moet maken en we moeten afrekenen. Het betekent ook niet dat we nu dat geld allemaal moeten uitgeven. Het betekent wel dat wij die verplichting als de gemeente Hardenberg overnemen, omdat we die komen met de personeelsleden mee. Er is inmiddels ook al wordt heel hard gewerkt om te kijken, kloppen deze cijfers? Zijn alle vakanties geregistreerd? Hebben mensen nog vakanties te goed? Het is een gemiddelde van zo'n 110 uur per medewerker, als je het zo bekijkt. Dus het is per medewerker nog niet eens zo heel veel. Maar ja, met veel mensen tikt het behoorlijk aan. Tegelijkertijd hebben we ook afspraken gemaakt met de directie van de BOH dat er wordt gekeken of mensen ook nog zoveel mogelijk uren kunnen opnemen. Maar daarvan zegt de OR en terecht, je kan niet aan de ene kant mensen vragen om zich extra in te spannen om dit allemaal voor elkaar te krijgen. En aan de andere kant zeggen, en als je dan alsjeblieft ook nog even een aantal weken op vakantie wil gaan. Dus dat, we hopen dat het wel
iets zal kunnen worden teruggebracht, maar verwacht niet dat dat enorme percentages zullen zijn. Simpelweg omdat we de mensen op dit moment ook gewoon heel hard nodig hebben. Ook omdat, dat brengt me op het volgende punt wat een aantal van u heeft aangestipt, de dienstverlening naar onze inwoners. Het is heel simpel. Bij iedereen, bij alle medewerkers, bij de beide colleges staat één ding als een paal boven water. Namelijk, eigenlijk moeten de inwoners er helemaal niets van merken. En dat beantwoordt voor een deel ook de vraag over de communicatie. Natuurlijk communiceren we erover. Maar onze hoop of ons ideaal is eigenlijk dat mensen die hier aan de balie komen of die andere zaken met de gemeente van doen hebben, vergunningen aanvragen en dergelijke, eigenlijk niet in negatieve zin wat dan ook merken van het feit dat we nu de BOH weer uit elkaar, of tenminste dat de BOH wordt opgeheven en dat de beide gemeentes weer uit elkaar gaan. Dat geldt niet alleen voor Hardenberg, dat geldt natuurlijk ook voor de inwoners in Ommen. Dus we zullen het wel communiceren, uiteraard. Maar in principe, als ze er heel veel van merken, dan zou je kunnen zeggen dat het niet helemaal gaat zoals de bedoeling is. Dan hebben we nog het beleidsarme punt, wat is gemaakt ook door een aantal van u. Wat daar staat en wat we als colleges willen afspreken, hebben aangegeven, en dat is natuurlijk aan u. Maar het beleidsarme deel wat u zich daarbij moet voorstellen is dat we nu bij de afdeling maatschappelijk domein een inhaalrace, dat is natuurlijk ook de zorg van de ondernemingsraad, moeten maken op het gebied van de back-office en de financiën en de administratie. We denken dat dat kan, we hebben daar ook extra capaciteit op ingezet. Omdat we zeggen, als we dat gaan doen, laten we dat dan nu ook in één keer goed doen. En in één keer goed doen betekent dat we per 1 januari ook de financiële administratie goed aansluiten. Dat we weten welke producten we aan Ommen leveren. Dat we ook weten wat ze kosten aan het eind van het volgend jaar. Zodat zowel Ommen niet te veel betaalt en wij niet te veel diensten leveren. Met andere woorden, dat eerlijk gaat. Dat is een klus. Wat we, vinden we, de organisatie niet kunnen aandoen, is terwijl ze bezig zijn met dat nieuwe systeem implementeren, ook nog zeggen, oh, kunt u er trouwens ook nog even twee systemen van maken, want Ommen en Hardenberg hebben ondertussen bedacht dat ze allebei ander beleid gaan voeren. En dat betekent dat we dus twee soorten systemen naast elkaar moeten hebben. Dat moet je nu niet willen doen. En daarvan denken we, dat kan ook omdat op het gebied van het maatschappelijk domein Ommen en Hardenberg eigenlijk inhoudelijk, ik denk voor 99% hetzelfde beleid altijd hebben gevoerd. We hebben ook geen redenen, er zijn geen externe redenen waarom we dat nu opeens helemaal anders moeten gaan doen. Het wil niet zeggen dat je niet kan nadenken over je beleidsontwikkeling. Natuurlijk doen we dat en dat vraagt u ook van ons. We hebben ook een opdracht van u liggen in de vorm van een coalitieakkoord, waarin we geacht worden van allerlei dingen te ontwikkelen. Die gaan we ook natuurlijk gewoon ontwikkelen. Maar sowieso, als u van ons de beleidsvoorstellen daarvoor krijgt, is het gebruikelijk dat die meestal na een tijd, 1 januari van het jaar daarop, worden ingevoerd. En dat betekent dat we niet in 2019 op onze handen gaan zitten en tegen u zeggen, komt u over een jaar maar terug. Maar het betekent wel dat we niet zeggen halverwege het jaar, oh, by the way, we willen nog een heel nieuw systeem, want Ommen wil het zus en Hardenberg wil het zo. Dus dat is wat wordt bedoeld met beleidsarm. En wat dat betreft denken we dat dat ook een reëel verzoek is. En wat ons betreft zouden we ook moeten proberen om dat te doen. Tot slot de structurele meerkosten en de incidentele kosten. Incidentele kosten gaat dan zeker ook over frictiekosten. Ik kan u wel waarschuwen, dat hebben we wel vaker gedaan, het is niet goedkoop. We hebben toen het besluit om de BOH op te heffen, werd genomen hier, ik denk zo'n jaar geleden, ook hier in deze raad tegen elkaar gezegd van we weten dat als we dat doen dat het geld gaat kosten. En dat is ook zo, om de simpele reden dat de beide gemeentelijke organisaties zijn ooit samengevoegd om efficiëntievoordelen te behalen. En dat is natuurlijk ook zo, want als je dingen samenvoegt dan heb je niet twee ICT-systemen nodig, dan heb je er maar eentje nodig. En zo zijn er nog een heleboel dingen. En dat betekent ook simpelweg dat op het moment dat je weer uit elkaar gaat, dat je een deel van dat voordeel weer kwijtraakt. Dus dat betekent dat het ons meer geld gaat kosten dan nu. Tegelijkertijd denken wij, vooral het eerste jaar kost meer, daarna zie je het ook wel teruglopen.
We denken wel dat je natuurlijk, wij geloven nog steeds dat het opweegt tegen waarom we het zijn begonnen. Namelijk dat we gewoon weer baas in eigen organisatie zijn, om het zo maar te zeggen. En we daarna in het beleid sneller en beter kunnen doen wat wij willen. Voorzitter, ik vind het wel interessant, want de wethouder geeft aan dat we de kosten ziet oplopen en daarna afnemen. Mm-hmm. Ik heb dat staartje niet gezien, of heb ik wat gemist? Nee. Dat klopt, meneer Stelpstra, omdat ook dit staartje zit in de begroting, die nog niet is vastgesteld. Dat betekent wel, we zijn nu nog aan het kijken. Ik denk dat u uit moet gaan van in ieder geval het eerste jaar een bedrag van in ieder geval van meer dan 6 nullen. Dat zeg ik er dan maar eventjes bij. Ik wil namelijk ook niet nu niks zeggen en u volgende week vrijdag naar de brievenbus zien hollen en... dat u mij verwijt dat wij het al wisten en ik het u niet heb verteld. Ik kan u niet een exact bedrag noemen, simpelweg omdat die doorrekening nu nog heel hard gebeurt. Maar we zijn er niet met een paar ton, om het zo maar even te zeggen. Voorzitter. Ja. Meneer Brink? Nou, ik begrijp dus dat die doorrekening dan dus ook in de begroting terugkomt. Zeker. In de definitie van duur, zeg maar. In de begroting kunt u precies zien wat dat kost. Meneer Stelpstra? Nou goed, mijn vraag was beantwoord. Ik was benieuwd wanneer wij het totale overzicht kregen. Vrijdag. Vrijdag, maar goed, ik heb ook in de... Volgende week vrijdag, sorry. Ik heb ook in het voorstel zien staan dat er nog een aantal dingen uitgezocht moeten worden bij 1 oktober. Dus die zijn al voor die tijd uitgezocht. Nou, 1 oktober is wat dat betreft een belangrijke datum, omdat dat de datum is waarop we definitief weten welke medewerkers naar Ommen overgaan of niet. Die procedure die loopt nog, die sollicitatieprocedure, Ommen voert de gesprekken nog. Het is nog geen 1 oktober. Ommen heeft tot 1 oktober ook de tijd om die procedure af te ronden. We hebben wel gezegd, iedereen weet op 1 oktober, ik ga naar Ommen of ik blijf in Hardenberg. Dus, maar ja, goed, dat ligt bij Ommen, daar kunnen wij ook niet beïnvloeden. Ze werken daar op dit moment ook met man en macht aan. Maar die cijfers zijn inderdaad nog niet bekend. Dus een gedeelte van de discussie gaan we bij de begroting over. Ja, dat denk ik wel. Dat is aan u natuurlijk, maar... Ik denk dat dit het was. Ja, ik kijk ook even rond of mensen het gevoel hebben dat al hun vragen beantwoord zijn. Ik zal niet naar tevredenheid vragen, want er zit nog het een en ander in de pijplijn. Meneer Stelpstra, wat ontbreekt er nog? Ja, ik had nog een licht technische vraag gesteld over de opbouw en inhoud van het raadsvoorstel. Dat kan ik mij ook herinneren. Excuus dat ik die dan zojuist vergeten was. We zullen bij het volgende raadsvoorstel extra ons best doen om aan uw opmerkingen tegemoet te komen. Ik kan nu niet meer veranderen. Hartelijk dank. Is er behoefte aan een tweede termijn? Niet? Dan rest mij de vraag, gaat dit als bespreekstuk of hamerstuk? Ik wou wel graag een bespreekstuk. Bespreekstuk, prima. Dan gaat het als bespreekstuk naar de raadsvergadering. Dan zijn wij bij punt 5 van de agenda. En dat gaat over de vaststelling algemene subsidieverordening gemeente Hardenberg. Wie wil daarover het woord voeren? 50 plus, de VVD, ChristenUnie, CDA. Ik begin bij 50 plus. Dankjewel, voorzitter. In het raadsvoorstel wordt aangegeven dat het model algemene subsidieverordening van VNG toepasbaar is op alle beleidsterreinen. Hierdoor wordt de uniformiteit en de integraliteit bevorderd. Dit geeft duidelijkheid naar subsidieaanvragers. Wij als 50PLUS zijn daar heel erg blij mee, maar we hebben toch een aantal vragen. In het raadsvoorstel is de laatste zin, na intrekking van de overige genoemde verordeningen, zullen wij voor de desbetreffende beleidsterreinen eveneens subsidieregelingen vaststellen die passen binnen het vastgestelde beleid en het collegeprogramma. Ik word eigenlijk getriggerd door het woord collegeprogramma, want moeten de aanvragers van de huidige subsidieverordeningen nog rekening houden met veranderingen ten aanzien van volgend jaar bij het opnieuw aanvragen van subsidies? Moeten zij rekening houden dat een subsidie niet gehonoreerd wordt omdat het geen raakvlak heeft met onder andere het collegeprogramma? Dank u wel. Dank u wel. De VVD.
Voorzitter, mag ik even wat tijd, want mijn computer praat tegen mij en ik weet niet waarom. Ik moet er even daar wat mee doen. Het is een kwestie van een knopje vaak, meneer Gilling. Dan ga ik over naar mevrouw Van der Veen. Ja, wij hebben naar aanleiding van deze inbreng ook een aantal vragen. Allereerst wil ik benoemen dat om een participerende lokale samenleving te bevorderen en te stimuleren, het een goede zaak is dat er vanuit de gemeente Hardenberg verenigingen, particuliere instanties en organisaties de mogelijkheid bieden om activiteiten te organiseren welke niet gehinderd of geannuleerd worden vanwege een financieel tekort. Denk hierbij aan het Pleinfestijn in Hardenberg, maar ook het levend houden historie Avereest. Vragen die bij ons leven. In artikel 9 wordt geschreven over gronden voor weigeren, intrekken en terugvorderen. De ChristenUnie zou graag van de wethouder horen op basis waarvan men wil gaan intrekken en of terugvorderen. In artikel 13 wordt gesproken over een egalisatiereserve. De reden hierover is duidelijk. De ChristenUnie zou graag van de wethouder horen tot in hoeverre nagedacht is over het toepassen en invoeren van een plafond om een eventuele reserve aan te geven. In het raadsvoorstel staat geschreven dat per 1-7 en 1 november 2019 enkele deelverordeningen worden ingetrokken en vervangen door subsidieregelingen. Deze zijn een bevoegdheid van het college. Wethouder, hoe gaat u voorkomen dat onder onderdeel 7 van het raadsbesluit vallende verenigingen bij de subsidieaanvraag voor 2020 niet in de knel komen? In de ASV is namelijk nu bepaald dat aanvragen voor het volgende kalenderjaar uiterlijk 1 juni binnen moeten zijn. Voor 2020 is dat dus 1 juni 2019. Maar op 1 november 2019 worden die verordeningen pas opgeheven. In het raadsvoorstel staat geschreven dat, en ik citeer, de nu geldende subsidiemogelijkheden meer inzetten als beloning voor verenigingen die actief meewerken aan de genoemde beleidsonderdelen. Subsidies zijn over het algemeen in het leven geroepen om initiatieven die wel dan niet aansluiten bij bepaalde doelstellingen financieel mogelijk te maken. Een noodzakelijk goed wat aangevraagd wordt om een idee eenmalig of structureel tot uitvoering te brengen. Een subsidieregeling op zichzelf draagt wat ons betreft niet het doel om een beloning te zijn. Hoe waarborgt de wethouder met het oog op de nieuwe ASV en een hieraan mogelijk gekoppelde doelen dat verenigingen een subsidie toegekend krijgen op basis van behoefte, aanvraag en ondersteuning en niet op basis van beloning? Tot slot, communicatie. De CU is van mening dat de nu voorhanden zijnde informatieverstrekking richting verenigingen te beperkt is. Veel verenigingen die met vrijwilligers werken hebben niet gelijk goed zicht op alle veranderingen die dit mogelijk met zich meebrengt. De CU zou graag van de wethouder horen op welke wijze verenigingen van de voorhanden zijnde wijziging op de hoogte worden gebracht. En als ik zo vrij zou mogen zijn, dan zou ik de wethouder de tip willen doen dat u daarin misschien meteen het voorstel van het CDA over de miljoenenregeling kunt meenemen. 2 vliegen in 1 klap wat betreft voorlichting. Die laatste kwam uit de eerder gehouden raadsvergadering vanavond. Ik geef het woord aan meneer Bakhuis. Dank u wel, voorzitter. Ik herken het gebied waar wij ook wel een vraag over stellen, maar ik zeg het nog graag met mijn eigen woorden. Het voorstel gaat met name over het invoeren van de algemene subsidieverordening en de consequentie daarvan. Met betrekking tot het intrekken van de huidige verordeningen, waarover ook een aantal deelsubsidieverordeningen. Op zich kunnen we begrijpen dat de systematiek ten aanzien van die subsidies vereenvoudigd wordt door de ontschotting die met de verordening plaatsvindt. Maar onze zorg heeft betrekking op het proces hoe die subsidies worden vastgesteld, waar we lezen, en dan citeer ik maar even, in artikel 3. Burgemeesters en wethouders kunnen bij nadere regeling, hierna te noemen subsidieregeling, vaststellen welke activiteiten in aanmerking komen voor subsidie. Voor zover van toepassing wordt hierin tevens bepaald welke doelgroepen voor subsidie in aanmerking komen en hoe die subsidie wordt berekend en hoe de subsidiebedragen worden uitbetaald. Het CDA heeft daarom de volgende vraag voor het college. Hoe ziet het proces eruit van het vaststellen van die subsidieregeling voor allerlei partijen, die we al in eerdere vragen hebben gehoord, waarbij we in het bijzonder graag willen weten of en in hoeverre de raad hierbij wordt betrokken en hoe en of het college ook te raden gaat bij de partijen die nu subsidie ontvangen.
hebben ze iets anders te verwachten om aan te sluiten bij 50PLUS. Met betrekking tot het vaststellen van de hoogte van die subsidies. Volgt er bijvoorbeeld een evaluatie van hoe de huidige systematiek heeft gewerkt bij de diverse partijen? Tot zover. Dank u wel. Bent u er klaar voor, meneer Gelling? Zeker, voorzitter. Dank u wel voor deze mogelijkheid. Voorzitter, ik ben nog een beetje confuus van het vorige agendapunt. De miljoenen die betaald moeten worden ter zake de BOH, die zullen ongetwijfeld gevolgen hebben voor het onderwerp dat we nu hebben, de subsidies. Dus ik hoop met de CDA en de ChristenUnie dat u de landelijke pot gaat aanspreken op de spontane vraag van het CDA en het werkelijk verbluffende kennisniveau van de wethouder die daar met alle cijfers het antwoord wist te geven bij de rondvraag. Chapeau daarvoor. Voorzitter, wat bij ons opvalt in aanvulling tot alle vragen die al gesteld zijn, is dat u het heeft over het meer willen aansluiten bij uw collegeprogramma, daar dat de onderwerpen cultuur, welzijn, sport en gezondheid betreft. En meneer Stelpstra noemde het net al een buitengewoon ambitieus collegeprogramma. U hebt het zelf wel eens beleidsarm genoemd. Daar wil ik meer bij aansluiten gezien dit onderwerp. Want over cultuur heeft u het helemaal niet in uw collegeprogramma. Welzijn kon ik niet vinden, maar zult u ergens verstopt hebben. Sport heeft u 5 regels over die inhouden dat u vindt dat er meer gesport moet worden. En met name openbaar in de kleine kenden. En gezondheidsbeleid vonden wij ook niet. Dus de vraag is dan, als u zegt van ja, we willen aan de hand van dit voorstel gelijk met de sportverenigingen om de tafel om eens duidelijk te maken wat er nu gaat veranderen. Dat ik dat niet zie en dat wij heel benieuwd zijn wat u nou precies gaat veranderen. Want in uw collegeprogramma bent u daar nogal onduidelijk over. Dus daar zouden wij in aanvulling op de vorige sprekers graag iets van willen horen. Dank u wel, meneer Gelling. Even het woord aan de portefeuille. Dank u wel, voorzitter. Een aantal van u vraagt wat er gaat veranderen. En ik kan er in die zin kort over zijn. Wat u voor u ziet is een technisch formele wijziging. We hebben hier helemaal geen inhoudelijke doelstellingen bij. Het is niet zo dat alle regelingen dat we staan te trappelen om daar allerlei programma's, doelstellingen, beloningen of andere zaken aan toe te voegen, weg te halen of nieuw te verzinnen. Dit is, zou je kunnen zeggen, het juridische fundament wat nog ontbrak. En dat leggen we nu voor, dat stellen we zo vast, omdat hiermee sowieso er altijd een verordening is op basis waarvan de gemeente subsidies kan verstrekken. Dat is nu, gebeurt dat op basis van verschillende regelingen en verordeningen. Sommige zijn verouderd, inmiddels doen we hele andere dingen met sportverenigingen dan we 15 jaar geleden deden. En je wil eigenlijk als gemeente ook de voorwaarden die je stelt, de criteria die je stelt, kunnen aanpassen aan het doel wat je beoogt, maar ook de huidige tijd. Dus wat dat betreft gaat er inhoudelijk, wat ons betreft, helemaal niks veranderen met dit voorstel. Op het moment dat er dingen gaan veranderen, dan is dat op basis van wijzigingen van beleid of op basis van nieuw beleid. En dat wordt altijd door uw raad vastgesteld. Dat betekent dus dat, ik verzin maar wat, we bedenken hier in de gemeente dat we een beleid hebben en subsidies willen verstrekken voor het paarsverven van auto's. Ik kan even snel geen ander beter voordeel vinden. Dan wordt dat aan u voorgelegd, daar hoort een budget bij. U zegt, nou dat is goed of niet. En dan gaan we die subsidies verlenen. En dat betekent dat het college op dat moment voor dat doel ook een aparte verordening of regeling kan vaststellen waarmee ze die subsidies kunnen verstrekken. Theoretisch zou het zo kunnen zijn dat het college een verordening of een regeling vaststelt die daar geheel tegen ingaat. Maar in mijn inschatting kan je dat één keer doen, maar dat zult u niet gezellig vinden. En ik denk niet dat zo'n college dan nog eens een keer de kans krijgt om dat nog een keer te doen. Dan zijn er nog wat specifiekere vragen. Het weigeren op welke gronden? Ja, dat zijn bijvoorbeeld gronden die je in zo'n regeling kan vaststellen. Als je een regeling hebt voor logopedie, maar iemand besteedt dat geld voor iets heel anders dan logopedie, dan wil je die bijdrage kunnen weigeren. En dat kan dus afhankelijk van het doel van de regeling en de aanvrager kan je daar voorwaarden aan stellen. Datzelfde geldt wat betreft de egalisatiereserve. Het is niet de bedoeling dat je als gemeente of welke overheid dan ook subsidies verstrekt, dat een aanvrager winst maakt of een deel overhoudt omdat er iets goedkoper is of omdat er meer mensen op het festival kwamen.
dat dat geld dan opeens aan andere dingen wordt besteed. Daar wil je op zijn minst afspraken over kunnen maken. Dus je wil kunnen zien hoeveel geld er dan over is of waar die subsidie dan precies is gebleven. Wat betreft de termijn die van regelingen die nu worden opgeheven en nieuwe regelingen die worden ingesteld straks. We kunnen per regelingen ook de termijnen aanpassen. En ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld voor een fonds maatschappelijke initiatieven, als het gaat over een bijdrage van 1100 euro, dat we daar niet 11 weken van tevoren enorme dikke plannen voor willen hebben. Maar als het gaat over een sportpark met een nieuwe kunstgasbodem, ja, daar willen we wat meer tijd voor hebben om dat te lezen. Dus dat kan je laten afhangen. En ik denk dat het ook goed is dat we dat doen van het soort bijdrage wat gevraagd wordt. Ook het soort organisatie, een kleine vrijwilligersorganisatie die voor een eettafel een bijdrage wil hebben, wil je niet dezelfde eisen opleggen met begrotingen, dekkingsplannen, statuten, aanvragen en dat soort dingen als voor een vereniging die grote bedragen vraagt. Wat dat betreft de beloning voor meewerken, dat ben ik met u eens dat dat misschien niet helemaal een gelukkige formulering is. Het wil niet zo zijn dat alleen nog maar initiatieven geld kunnen krijgen alleen maar dat doen. Er zijn wel degelijk ook subsidieregelingen en subsidies die inderdaad gaan om de behoeften van de aanvrager. Maar dan nog is het zo dat als iemand een behoefte heeft voor op bepaalde activiteiten die niet passen in het gemeentelijk beleid, waarvan u als raad niet heeft gezegd dat willen we stimuleren, dan wordt het sowieso lastig. Dat is nu ook al zo. En de communicatie, uiteraard zijn de mensen die nu subsidies krijgen volgens de regelingen die dan straks worden opgeheven, die krijgen dat wat ons betreft ruim van tevoren te horen. Die zullen we ook begeleiden als we vragen zouden hebben bij de nieuwe aanvraag. Maar het oordeel van dit fundament, dit juridische fundament onder die regelingen, is nou juist dat je bijvoorbeeld per doelgroep kan zeggen, daar communiceren we op een andere manier mee, daar stellen we een x-termijn. En bij hele grote aanvragen doen we dat misschien maar één keer per jaar. Dus wat dat betreft kan je de voorwaarden, de criteria, veel beter laten aansluiten bij de aanvraag die bij de gemeente een beroep doen. Even kijken. Hoe wordt de raad betrokken? Nou, dat heb ik net al gezegd. In principe geven wij bijdrage op basis van ofwel bestaand beleid, dus dat heeft u al goedgekeurd. En als het over nieuw beleid gaat, dan is dat altijd bij u langs geweest voordat daar middelen op worden uitgegeven. Ik zag dat mevrouw Van der Veen een aanvullende vraag of opmerking had. Voorzitter, als het mag. Hoor ik u daarmee zeggen dat in het voorstel wat er nu ligt, wordt er eigenlijk op basis van aanvraag financiën een termijn vastgesteld, waarbij nu een aantal keer 1 juni is genoemd. Maar hoor ik u dan eigenlijk zeggen dat die lijn van 1 juni voor grotere subsidieaanvragen geen harde eis is, maar dat dat per regeling nog steeds, of dat daarin kan afgeweken worden? Je kan daarin per regeling afwijken. Dit zijn de standaard, dit is de standaard onderlegger voor eigenlijk alle subsidies, tenzij we daar een specifieke regeling nog voor maken. En dat is waarom we hem ook moeten hebben, want mocht de gemeente een keer een bijdrage geven aan een heel incidenteel ding, als je niet dit juridisch goed hebt geregeld, dan zou je bij de bestuursrechten daar een probleem hebben. Voorzitter, ik geloof dat ik alle vragen heb. Ja, ik kijk even rond, maar ik denk het ook. Is er behoefte aan een tweede termijn? Niet. Gaat het als bespreekstuk of hamerstuk door? Hamerstuk. Heel goed, dan zijn wij bij punt 6 van de agenda, dat is de rondvraag. Zijn er mensen die iets hebben voor de rondvraag? Niet? Dan sluit ik bij... Wel, ja. Meneer Bakker, ga uw gang. We hebben in Hardenberg aan de parkweg in het Kruisenbrinkpark een prachtig skatebaan liggen. Die is jaren geleden ter vervanging van de skatebaan die gesitueerd was bij het jongerencentrum Noorneem geplaatst. De skatebaan bij het voormalig jongerencentrum Noorneem, die staat er nog steeds. Echter is die in dermate verval geraakt dat dit een gevaar op gaat leveren voor echt met name jeugdige gebruikers. De grotere gebruikers die zullen op het prachtige skatepark gaan skaten. En de kleinste jeugd die komt daar nog eens.
De baan die, ja, die is echt, echt afgeschreven. De schroeven laten los. Aan de zijkant zijn de platen eraf gehaald. Er wordt vuurtje ondergestookt. Er worden naalden gevonden. Er worden doordrukstrips van medicijnen gevonden. We moeten niet hebben dat er op een gegeven moment een kind nog een of ander medicijn vindt die daar gaat doorslikken. Dus ik stel voor om die skatebaan daar weg te halen. Althans, dat is uw vraag aan de wethouder wat daarmee gaat gebeuren. Ja. Dan geef ik het woord aan de wethouder sport. Of is het gezond? Ja, ik roep wel sport, maar het kan ook. Vind ik ook goed. Ja, misschien zouden we met z'n allen kunnen hier gaan staan. Want gemeentelijke eigendom, ik weet niet of dat de vraag is. Zullen we moeten uitzoeken, denk ik. Openbaar gebied, sport. Ik stel voor dat we het antwoord op de vraag even opnemen in het verslag. Kunt u daarmee leven, meneer Bakker? Prima. Oké, dank u wel. Dan sluit ik bij deze vergadering en wens ik u allemaal nog een prettige avond.